Sjors van der Pannen hoofdact bij Gouda bij Kaarslicht. Wedstrijd Jolenboys Vitesse binnen 5 uur uitverkocht. En een jukebox bij Museum Gouda. Dit en meer in de Week van Gouda van vrijdag 18 november. In de gasthuiskapel van Museum Gouda staat een comfortabele zitbank met een jukebox vol klassieke muziek. Wie een paar minuten in de gasthuiskapel naar Bach wil luisteren of naar Mahalia Jackson, gooit een muntstuk van 2 euro in de jukebox en maakt een keuze uit een van de 16 muziekstukken. Maar wat maakt deze ruimte zo bijzonder? Waarom is het geluid hier zo goed? Ja, het is de hoogte, het is de bekleding, het is het houten dak, maar het is vooral de ruimte. Er is hier... Akoestiek is vaak een kwestie van geluk ook. Het concertgebouw in Amsterdam heeft een fantastische akoestiek. Het is daarna nooit meer nagemaakt. Niemand weet dat. Dus de techniek van de akoestiek is eigenlijk nog altijd een raadsel. Maar hier is het zover. Waarom in Museum Gouda deze jukebox? Alleen door de akoestiek of was er ook een andere reden? Nee, er is ook een andere reden. We proberen de kunst en ook de oude kunst... Zo levendig mogelijk te presenteren. Want je kunt hier langs lopen en denken, nou ja, eeuwen oud doet me niks. Maar je kunt je ook overgeven. En met al deze keuzes, of het nou Joshua Redman is, of Bach, of Saval, of Fauré, of wat dan ook. Kies je lievelingsmuziek en doe even een paar minuten je ogen dicht. Zullen we dat doen dan? Ja, even gewoon ogen dicht. De muziekkeuze, wie heeft die eigenlijk gemaakt? Ik heb muziekkeuze gemaakt, gebaseerd op adviezen van Hans Vogels, ook muziekkenner, onze conservator. We zochten muziek die zeg maar de kunst die hier hangt nog meer tot leven brengt, of dat combinatie in ieder geval goed zou zijn. Dus sommige van de muziek heeft een religieuze achtergrond of een spirituele achtergrond. Mahalia Jackson, je kunt hier een prachtig kerstlied uithalen. Dus... Het is niet zomaar muziek, het is muziek die hier past en die wat hier hangt aan werk ja, nog een extra dimensie geeft. De kaarten voor de KNVB-bekerwedstrijd Vitesse-Jolenboys op 14 december zijn afgelopen woensdag binnen 5 uur uitverkocht. De 1500 door Vitesse toegezegde kaarten voor de supporters gingen als zoete broodjes over de toonbank. Jolenboys probeert nu via Vitesse extra kaarten te krijgen. Ja, ik had eerlijk gezegd wel verwacht dat we ze heel snel kwijt zouden zijn. We hadden ook bij Vitesse al aangegeven dat we eigenlijk meer kaarten zouden willen hebben. En dus ik was niet verrast dat ze uitverkocht zouden zijn op korte termijn. Maar dat het zo snel zou gaan, dat had ik niet durven dromen eigenlijk. Nou ja, 1500 kaarten in 5 uurtjes geloof ik. Ja, iets meer dan 5 uur waren ze weg. Ja. Er zijn ook extra tickets nog. Die zijn die ook allemaal weg, die 25 euro tickets waar je allemaal dingen bij kreeg? Boden we 2 smaken aan. 1 losse wedstrijdkaarten en 2 inderdaad combikaarten. Een combikaart ook een entreekaart bevat. Dus in totaal zijn daar 1500 kaarten van verkocht. Even uit mijn hoofd gezegd zijn dat ongeveer 1000 combikaarten en 500 losse kaarten geweest. Dat is wel aardig wat, ja. Ja, zeker. Maar nu, op dit moment, zijn jullie nog bezig om extra kaarten te krijgen bij Vitesse. Gaat dat een beetje lukken, denk je? Ja, dat is lastig. Binnen het reglement van het bekertoernooi liggen er een aantal dingen vast als het gaat om het verplicht aantal kaarten wat een club beschikbaar moet stellen aan de bezoekers. In geval van Vitesse zijn dat de 1000. Nou, ze hebben ons al 1500 gegeven, dus eigenlijk hebben ze al meer gedaan dan wat ze reglementair gezien zouden moeten. Maar we hopen natuurlijk dat ze een beetje begrip hebben voor het feit dat we heel veel goudse supporters mee willen die kant op. En dat ze over de brug komen met extra kaarten. Zeker ook omdat de verwachting niet is dat de rest van het stadion daar vol zal zitten met Vitesse aanhangers. Nou, dat is nooit zo, toch, in de Gelderdoom? Nee, dat gebeurt niet vaak, zeker de laatste jaren niet. Maar goed, het zou natuurlijk gewoon heel vervelend en teleurstellend zijn als we veel goudse supporters, zeker ook echte Jodenboys mensen die eigenlijk heel vaak bij wedstrijden zijn, zouden moeten teleurstellen omdat er geen extra kaarten uit de kant van Vitesse komen. We doen ons uiterste best vanuit het bestuur in ieder geval om te zorgen dat we die kaarten beschikbaar krijgen. Maar ik vind het heel lastig om een verwachting te geven of dat ook niet gaat lukken. Ik kan alleen maar zeggen dat ik het enorm hoop.
De hoofdartiest bij De Boom is bekend. De Nederlandse chansonnier Sjors van der Pannen, bekend van The Voice of Holland 2014, zal de 61e editie van Gouden bij Kaarslicht opluisteren. Collega Joep belde Sjors even op. Aankomende maand op Kaarsjesavond, heb je er zin in? Ik heb er hartstikke veel zin in. Vroeger ging ik daar ook als kind wel eens heen met mijn ouders, toen ik echt een jaar of 4, 5 was. Dus het is voor mij ook best wel bijzonder dat ik die aanvraag kreeg. Dus ik zei ook gelijk ja. Ja, dat is wel hartstikke tof, ja. Maar stond het ook echt op een lijstje van je, dat je het echt wel een keer wilde doen? Of was het, ja, het kwam en toen dacht je, ja, oké, dat is wel vet. Het was niet opgekomen in mijn gedachten, maar ik vond het hartstikke leuk toen ik die mail kreeg met die aanvraag, met het verzoek. En ik zei ook meteen ja hoor, want ik vind het hartstikke leuk om te doen. Ja, wat kunnen we allemaal verwachten dan komende maand van jou? Wij gaan op die avond gaan wij een speciale selectie spelen. Ik ga 2 liedjes van de 6 uit mijn hoofd ga ik ook met een blaasorkest doen. Die gaan dan ons extra begeleiden. En Boudewijn Zwart zal mij bij de rest van de liedjes begeleiden. En het zullen liedjes zijn die nou eigenlijk niet voor de kerst zijn geschreven. Dat is misschien ook wel voor de eerste keer dat het iemand dat doet daar. Maar ik heb meer met de liedjes die ik al doe. Want die hebben met kerst. Die passen ook prima in het hele geheel. En dan moest je ook denken aan een liedje van Shaffi. Aan een liedje van Frank Boeien. Het heeft allemaal met verbintenis te maken. Met troost en vriendschap. Dus ja, ik denk dat kerst daar ook een perfecte gelegenheid voor is. Om die liedjes ook daar te doen. Dus ik blijf en bij mezelf en we vieren toch kerst met z'n allen. Het altaarstuk van Anthony Blokland in de gasthuiskapel van Museum Gouda vertoonde bubbels. Deze bubbels moeten weggewerkt worden omdat je anders oude verf verliest. Verslaggever Joep de Feiter ging langs om te kijken hoe het er bij de restauratie aan toe ging. Wordt hard gewerkt in het museum. Wat wordt er allemaal gedaan? Ja, we hebben pech gehad met dit altaarstuk van Blokland, dat begon plotseling blaasjes te vertonen. En daar hebben we al eens eerder last van gehad. Het is een schilderstuk van 450 jaar oud, geschilderd op hout. En hout kan uittrekken, kan krimpen, beweegt, hout leeft. Maar deze restauratoren van de Art Clinic nu mee bezig zijn, om die plakkertjes er weer heel voorzichtig af te halen. En dan de toplaag van de verf te verhitten. En dan gaan ze langzamerhand dat blaasje weer indrukken in de hoop dat hij niet knapt. En plakken ze het weer op de laag daaronder en daaronder op het paneel. Ja, en dan kijken we nog even naar het weer. Zaterdag wordt geen slechte dag. We krijgen een mix van wolkenvelden en opklaringen. Ook staat er minder wind dan de afgelopen dagen. Het wordt zo'n 8 graden. Zondag wordt een regenachtige dag en er komen zware windstoten tot 80 km per uur over ons land. De temperatuur ligt tussen de 10 en de 12 graden. En tot zover de Week van Gouda van vrijdag 18 november. Ik wens u een heel fijn weekend en tot volgende week.